Je hebt veel soorten YouTubers. Je hebt goede YouTubers, je hebt slechte YouTubers, je hebt mooie YouTubers, lelijke YouTubers. Betere YouTubers, creatieve YouTubers, grote YouTubers, kleine YouTubers. Maar vooral hele domme YouTubers. Die een kans hebben gezien aan YouTube om zonder iets geld te verdienen en toch een leven te leiden. Ook al heb je daarin nog fucking veel onderverdelingen. Vandaag gaan wij het houden bij één soort YouTuber waarover ik een hele leuke video ga maken. En dat is de Homo Sapien Influencer Sapien YouTube Create Video Sapien. Eto, mnogo je bolje kada prisloni uho. Dit wordt de wetenschappelijke video. Video waarin wij iets heel leuk gaan analyseren. Namelijk een van de leukste YouTube groepen die er ooit heeft bestaan op YouTube. België en Nederland. Prankster. Geen idee of er mensen van jullie zijn die je niet kennen. Dit is zo'n beetje de trash versie van StukTV en Jackass samen. Echt de hele trashy versie. Ze hebben 800.000 abonnees. Dus eigenlijk moeten we back houden over hen. Want... Hey, shit, yep. Je minder abonnees! Wij doen alles voor geld. Hashtag geldwolven. Als je dat aan je livestream als titel kan geven, als je dat zelf kan intikken voor je eigen livestream, dan mag ik deze video wel maken. Ali, što to radi njegov brat? Ako ga uhvati, ubit će ga. Njezine noge režu poput oštrice. Homo sapien influencer sapien is een met uitsterven bedreigde ras op YouTube. Omdat heel veel mensen zelf ook doorhebben van hey, ik ben echt achterlijk als ik deze shit doe, maar ze zijn er nog. Het zijn drie jongens, mannen, gespierde mannen met frisse haarsnits en dikke spierballen. Mijn favoriete mensen op deze wereld. Snap je? Gespierd, achterlijk en ze maken filmpjes. Nice! De allereerste keer dat ik hem heb gezien in mijn leven was op de Dutch YouTube Gathering in 2015. Toen waren zij nog kleiner dan mij, toen hadden zij net geen 10.000 abonnees, denk ik. Zij stonden ook op het Divimove podium. Zo Divimove had zijn eigen stage en daar stonden alle YouTubers op en iedereen was daar een beetje dom aan het doen. En zij waren daar ook. Zij stonden als wilde beesten op dat podium. Zonder t-shirt natuurlijk, was zij een breed gebouwd en gespierd en... Zij stonden daar vooraan op dat podium een beetje te schreeuwen naar iedereen van Snap je, zoals de gemiddelde guy die op techniveau staat of op een of ander hardstyle festival. Stonden zij daar op dat podium En toen hebben zij mij van het Divimove podium gestuurd omdat ze zeiden dat ik geen YouTuber was. En dan heb ik dat ook gewoon gedaan omdat ik 15 was of zo en ik was bang van gespierde mensen. Dat was mijn allereerste keer dat ik Prankster heb gezien. Geweldige guys! Zou niet eens goed dan? Zgodan i drugačiji. To je sada njegov kamen. To je njegov znak. Znak vođe. Ik wist niet wie ze waren op dat moment. Dus toen ik thuis kwam, was het eerste wat ik heb gedaan. Gewoon even naar hun video's gekeken. En snap je, toen waren ze nog... Ik denk dat ze toen nog niet echt geld verdienden met YouTube. Dus toen deden ze nog dingen naast YouTube. Nu... het is... Ik weet niet goed waar ik een channel moet indelen. Ik bedoel, ze zitten niet in de comedy. Ze zitten ook niet in de... Weet ik veel... Entertainment. Ze zitten meer in de wetenschappelijke shit. Ze doen wetenschappelijke dingen en wetenschappelijke onderzoeken op hun channel. Een meest bekeken video is gelijk ook een allerbeste video. Waar je goed kan zien hoeveel IQ die mensen in hun hoofd hebben. Echt hoe slim ze zijn. Ik kan wel niet liggen, de views op die video zijn echt... Ja. 18 miljoen views. 18 miljoen mensen hebben hierop geklikt. De intro alleen al van deze video is de reden waarom ik deze video maak, ja? Check dit. Ik ben Arjan en ik spring in een ijskoud kolen zwembad met een Mentos pak. Ja. Ik ben Arjan en ik spring met een mentalspak in een ijskoud koolbad. Ja! Dit is de oermens van YouTube. Wel gespierd en shit. De oermens. In deze video vullen ze heel dit zwembad. Al deze flesjes cola. Daar weet ik wel de 14.000 liter cola in. En het ding is, ze gaan dus met een pak van Mentos dingen in dit zwembad springen. Waar 14.000 liter cola in zit. 14.000 liter cola. Deze guy gaat met geductapte Mentosjes erin springen. Hij heeft zelf een mutsje van de... Wat dachten ze daar ging gebeuren? Dat zwembad ging exploderen. Ja. Wauw. Echte oermens. Echte oermens. Dat duidelijk wel een effect, snap je? Moet ik hier uitleg aan geven? De reden waarom Mentos en cola doet, is omdat de dop van die fles zo gaat. Snap je? Je hebt maar zo'n klein buisje. Sapiensova vjerovanja su brojna kao i prirodne misterije. Za ovaj klan ne postoji groblje. Mrtva tijela nude svjetlosti. Ono se okreće prema istoku i vodi ih u zemlju drugog života.
Nata prati mrtve kako bi im pomogla da pronađu put. Jednoga dana ona će pronaći svoju sestru u zemlji sunca. Wat dachten ze daar ging gebeuren? Dat zwembad ging exploderen of zo. Echt de oermens. Echt de fucking oermens. Deze video is gewoon een guy die met een Mentos pak in 14.000 liter cola springt. Dat is het. Er gebeurt voor de rest nooit niks. Want het idee erachter die leuk is. En hij springt er een bad vol met cola. Kijk, dat verspilling is van cola, oké nog. Maar deze video is 22 minuten. 22 minuten. En je moet gewoon het stuk vinden in deze video waarin hij in het bad springt. Want dat is toch wat je wil zien. Wat gebeurt er in die andere 20 minuten? Mijn tillen, joh. Ja, dan zie je hoe ze als oermensen een zwembad vullen met 14.000 liter cola. Ja, dat gaat nog eventjes duren. Game of Thrones muziek. Deze mensen kijken sowieso geen Game of Thrones. Snap je? Ze snappen daar geen hol van. Dus, wat is er gebeurd? Dat hebben zij vorige week gedaan, waardoor ik het idee heb gekregen om deze video te maken. Een livestream. Wij doen alles voor geld. Hashtag geldwolven. Spreekt voor zich. Het is duidelijk wat ze doen. Ze doen alles voor geld. Het is de geldwolfstream. Ik moet niet eens zeggen dat ze geldwolf zijn, want ze hebben het zelf al gedaan. Ze doen dus alles voor geld. Jij kan geld doneren aan hun en dan doen zij domme shit. Natuurlijk kan je niet zeggen van, hey, hier 100 euro hangen jullie zelf op. Dat zat niet binnen het lijstje. Dat was een lijstje voor wel 20 euro om een cactus op te eten. En al het geld die zij gingen verdienen met hun video, ging dus in nieuwe video's. Bijvoorbeeld om 14.000 liter cola te kopen. Dan geef jij geld aan hen en dan kunnen zij nog dommere dingen doen. Dat is een heel dom idee. Doneer geen geld aan hen. Ze hebben dat geld niet nodig. Ze hebben dat geld echt niet nodig. Ze verdienen genoeg geld met hun YouTube-channel. Er is zo'n fucked up manier. Er is gewoon prostitutie. Je doet deze shit op Chatterbait of op een of andere porno-site. Geef dezelfde titel aan jullie livestream. Jullie gaan wel een beetje andere challenges moeten doen, maar... Doe dit niet op YouTube. De gemiddelde kijker van deze video is even dom als hun. Dus ik denk 7, 8 jaar of zo. Ze vragen dus geld in hun livestream. En alles wat je geeft gaat terug in nieuwe video's. Denk niet dat als je geld aan hun geeft om domme shit te doen, dat dat dan terug in hun video's gaat... Ze verdienen genoeg geld. Er is fucking... er is echt geldwolfpraktijk. Maar doordat ze het zelf in een titel zetten, kan ik er niet echt iets over zeggen. Want ze hebben zelf al gesnitcht. Er is gewoon prostitutie in een ander jasje. Waarvoor betaal je dan? Om iemand stikstof over zijn handen te zien gieten? Hoezo is dit een slim idee? Waarom zou je stikstof over je handen gieten? Wow, kijk dan. Je weet helemaal niks? Wat voel je? Beschrijf het eens. Ik voel wel een getintel. Hij lijkt echt op... Echt een festival guy. Echt zo de mensen die je tegenkomt op een festival met één biertje in hun hand die zo een beetje zo... Hoezo? Ja, dat, is dit een slim idee? Leren, hoezo? Zag je hem of niet? Let op. Deze guys hebben geen hersenen in hun hoofd. Deze guys denken maar aan vuisten. De hersenen zitten in hun vuisten en in hun spieren. Dat is het enige waarmee deze guys denken. Brein zit in de vuisten, snap je? Dat is het enige. Echt de meest typische Nederlandse mensen dat ik ooit heb gezien in mijn leven. Plus, hij lijkt echt op een fucking Neandertaler. Dit is Chris. Chris lijkt echt op een Neandertaler. Dit is een Neandertaler met een jonko. Dit is Chris. Neandertaler zonder jonko. Chris... van prankster. Dus de enige guy die er nog door kan is die John. Hij heeft ook zijn eigen channel waarop hij ook echt oermens shit doet. Als je niet zou weten dat dit YouTubers zijn, dan zou je echt denken dat het fucking hulpbewoners zijn die kleren aan hebben en shit. Ik kan zeggen dat ik aan het bullshitten ben en dat ik niet gelijk heb en dat dit echt gewoon geschoolde mensen zijn die wel brein hebben. Luister even naar jezelf als je dat zou zeggen, ja. Ze leven ook echt in het bos. Dit wordt schudimd. Tarzan. Deze shit doet me denken aan Tarzan. De pijn op mijn gezicht doet nog veel meer pijn is in mijn ogen eigenlijk, man. Als je niet weet wat ze aan het doen zijn. Ik weet ook niet wat ze hier aan het doen zijn. Ik denk dat ze net pepperspray in elkaar zijn gezicht hebben gespoten of zo. Als je niet weet wat ze hier aan het doen zijn, dan lijkt het echt gewoon op een natuurfilm. Van mensen die in het bos wonen en... Hoeveel flessen water hebben we nog? Nog één. Oh, nee. Oh, dit is echt zo fucking kut! Had beter vlammenwerperspray kunnen noemen. 3, 2, 1. Oermensen. Trek. Električne oluje su najgore. Ubijaju svaki put. Odakle dolazi to zasljepljujuće svjetlo? Tko proizvodi tu ljutnju koja odjekuje našim glavama, bi je obrušila na nekin život? Neka ju je vidio. Životinja je otišla,
ostavljajući na tlu tijela njegove sestre i majke. Nika! Nika! Neka ih nije mogao zaštititi. Zajmo urmense, okej? Okay? YouTube heeft ook urmense nodig, kijk. Zijn video's waarmee je niet lacht. Je lacht er gewoon uit. Dat is het hele ding van een video. Ah, ja, kijk. Ik heb een nieuwe keuken. Ja, dit is mijn nieuwe keuken. En hier kan ik ook video's maken, zoals prankster. Ik hou van hen, maar tegelijkertijd denk ik ook van wauw. Ze denken met dit. Dit is hun hersenen, dit is hun brein. Als je een video zonder geluid kijkt, dan lijkt het gewoon alsof je echt naar natuurdocumentaires aan het kijken bent van mensen die geen Nederlands kunnen en shit. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het nu leuk? Smash een zeker duimpje omhoog. En vergeet niet te stemmen op mij als beste vlogger van de VitaWards. Ja, ik ben genomineerd. Ik ben de enige Belg die genomineerd is, dus support een Belg. En als je in de avond dus niks te doen hebt, kom dan naar Twitch. Want ik ben nu ook die echte livestreamer. Dus bedankt om te kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Tjus! Oh nee, ik heb pijn meer. Kom maar! Oké. Er is hier nog iemand. Toon je hoofd maar gewoon. Toon maar gewoon waar je bent. Vriend. Ik weet niet waar, maar. Kom maar!